Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Onderraad van ministers kreeg tussentijdse rapportage herstelplan. Hennepcommissie overhandigt conceptwet aan president. Civiel-militaire operatie Grammati van start. Samenwerking tussen veiligheidsdiensten en samenleving wordt verhoogd. President kondigt herstructurering zorgstelsel aan tijdens jaarrede. En vaccineren nog steeds van eminent belang. De regering is op de goede weg als het gaat om de uitvoering van de maatregelen en projecten die zijn opgenomen in het herstelplan 2020-2022. Dit zei minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning na een presentatie van de implementatieunit en de monitoringsgroep van het herstelplan op dinsdag 5 oktober 2021 op het kabinet van de president. De presentatie werd gegeven aan de onderraad van ministers die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het herstelplan. Het ging onder meer over de status van de uitvoering van de verschillende projecten en maatregelen die opgenomen zijn in dit plan. U hoort de bewindsman hierover. De implementatie- en monitoringsunit van het herstelplan heeft een presentatie gegeven aan de onderraad van ministers van de status van de uitvoering van de verschillende projecten. En maatregelen, daar is de meeting voor bedoeld geweest. Nou, het herstelplan is goedgekeurd, niet alleen door de regering, maar ook door het parlement. En waar het om gaat is dat wij moeten monitoren dat de maatregelen die erin opgenomen zijn en ook de projecten ook uitgevoerd worden zoals gepland wordt of gepland is. En deze unit monitort dat en rapporteert daarover. Dus het is meer een statusrapportage van de uitvoering van alle plannen en maatregelen in het herstelplan. We hebben gezien dat we goed op weg zijn, maar dat er wat betreft een aantal projecten harder aangetrokken moet worden. Dat we ook moeten werken aan capaciteitsverbetering om die projecten ook daadwerkelijk te realiseren binnen de tijdspannen die we uitgetrokken hebben. En dat voor sommige projecten er ook nog naar financiering gezocht moet worden. Er zijn een aantal projecten aan toegevoegd die niet in het herstelplan staan. We willen alles dus onder één dak monitoren. Dat is onder andere ook besproken en toegevoegd aan de projecten die in het herstelplan zijn opgenomen. Nou, het gaat om een heleboel projecten, ongeveer 185 projecten. En we hebben gezien dat een aantal daarvan reeds voltooid zijn. Een goed deel is men bezig uit te voeren. En een aantal projecten zijn in voorbereidingsfase. Dat is allemaal overzichtelijk gepresenteerd. En er is ook duidelijk aangegeven. Er is per ministerie ook geïnventariseerd en gerapporteerd. En duidelijk aangegeven dat we op de goede weg zijn. Maar dat we nog steeds hard aan moeten trekken. Nou, dat zijn wat wij noemen de kapitale projecten. In het herstelplan hadden we niet een volledig overzicht van alle projecten opgenomen. De projecten die daarna gedefinieerd zijn als noodzakelijk om uit te voeren. Dat zijn ik dacht een 27 aantal projecten. Die zijn toegevoegd aan de lijst. Nou, het herstelplan is opgesteld om de economie te herstellen. En we hebben daar 3 jaar voor uitgetrokken. En de fase waarin we van het herstel zitten, zijn we niet ontevreden over. Maar zoals ik eerder zei, in het herstelplan zijn ook projecten opgenomen om die economie niet alleen te herstellen, maar te doen groeien. Onder andere projecten die te maken hebben met de productie te stimuleren en de productie te faciliteren. Onder andere ook infrastructurele projecten.
En die zijn geïntegreerd, zoals ik eerder zei, ook in het MOP. Maar dit plan wat vandaag gepresenteerd is, geeft een volledig beeld van alle projecten en ook de status van uitvoering. Maar dus ook hoe dat verder gemonitord moet worden. Dus periodiek zal deze unit de regering informeren over de uitvoering van en de voortgang van de projecten. De presidentiële werkgroep Implementatie Industriële Hennepteelt onder leiding van Mohamed Rakib Kudabux heeft de conceptwet Industriële Hennepteelt overhandigd aan president Chandrika Persat Santokhi. Dit vond op dinsdag 5 oktober 2021 plaats op het kabinet van de president. Het staatshoofd had bij een eerdere ontmoeting met de werkgroep de opdracht gegeven om op korte termijn de conceptwet te formuleren. Het beleid en de randvoorwaarden die bij de industriële hennepteelt horen, moesten verder verscherpt worden. Kijkt u mee naar het verslag hierover. We hebben een paar weken geleden het conceptwet afgerond. Ik wil niet zeggen dat die wet er al is, maar het kan nu in de Nationale Assemblée in behandeling genomen worden. En dan met wat wijzigingen eventueel aangenomen worden, dan hebben we een wet industriële hennep. Ik kan wel zeggen dus dat er een enorme belangstelling is voor de industriële hennep. En de president heeft ook aangegeven, we moeten snel aan de slag gaan, want investeerders staan te wachten. En als ze gaan werken, dan willen ze wel een wet hebben. En we kunnen niet zonder wet aan de slag. We zijn intussen ook al bezig na te gaan wat beleidszaken betreft. Een van die zaken is het laboratorium. Industriële hennep die mag niet meer dan 0,3% THC gehalte bevatten. Medicinaal dat is van 5 tot 15%. Maar bij industrieel gaat het om 0,3%. En dat moet goed in de gaten gehouden worden. Vandaar dus dat er labtests gedaan moet worden. En we zijn ook bezig na te gaan waar in Suriname dat het best gedaan kan worden. De mogelijkheid zijn is dat we bij wat laboratoria die hier al zijn, wat aanvullende zaken in orde maken. En dan kan het daar gedaan worden. En de afzetmarkt, wordt er ook daar naar gekeken, wat de afzetmarkt zal zijn? Daar zijn we ook mee bezig. Natuurlijk moeten we gaandeweg ook met de investeerders praten. Want het zijn die investeerders die gaan planten. En zij moeten hun afzet hebben. Dus dat wordt allemaal in de discussie meegenomen. De civiele militaire operatie Gramati van het ministerie van Defensie in samenwerking met bureau Eenheid is officieel van start gegaan in het district Marowijne. Op dinsdag 5 oktober 2021 vond op VOJ Albina de launch van het landelijk project plaats. Tot en met vrijdag 8 oktober voeren verschillende veiligheidsdiensten en medische instanties diverse activiteiten uit in Albina op het gebied van veiligheid, medische voorlichting en burgerparticipatie. Het doel is om de samenwerking met de samenleving en tussen de veiligheidsdiensten onderling te vergroten. Wij brengen een kort verslag vanuit het grensdistrict.
Suriname, de toegangspoort naar Frans-Guyana. En dat is een handelsstad met goede vooruitzichten. Het leger heeft vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid een operatie gepland. En dat is breed uitgemeten in de samenleving. Ja, grammatiek. En dit gaan we doen met neventroepen en ondersteunende departementen, zoals het kabinet van de president, DNV en Bureau Eenheid, Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, Ministerie van Justitie en Politie, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Planning en het Ministerie van Volksgezondheid. Dames en heren, met deze operatie wordt beoogd dat we de civiel-militaire samenwerking in Albina gaan verhogen en versterken. Ja, de kracht van de samenleving zit in de verbondenheid van mensen en dat zit ook in de kracht van de prachtige initiatieven die wij gezamenlijk ondernemen voor welzijn en welvaart hier in Albina. We hebben de operatie Grammati gelaunched. We gaan hier zijn te Marowena van 5 tot 8 oktober. De operatie Grammati bestaat uit drie delen. Het eerste gedeelte bestaat uit een civiel-technisch gedeelte waarbij wij de toilettengroep van VOE Albina gaan rehabiliteren. Waarom is dat belangrijk? Omdat wij onderwijs ook heel belangrijk vinden voor de ontwikkeling. En de studenten moeten in elk geval goede faciliteiten hebben om de dag hier door te brengen. Dat is een van de redenen waarom wij gepoogd hebben om VOE Albina op te pakken. Het tweede gedeelte van de missie is dat wij het medisch gedeelte gaan oppakken. Wij hebben gezien dat er voorlichting nodig is, vooral als het gaat om COVID. Op donderdag aanstaande gaan wij ook een vaccinatie hier hebben. En we roepen dan natuurlijk ook de samenleving op, de samenleving van Marowena op, om gezamenlijk hier te komen voor de vaccinatie. Het is gebleken, statistisch is bewezen dat de vaccinatie helpt. Dus het is sowieso een must dat iedereen komt vaccineren. Wij hebben dat ook aangegrepen om het naar hier te brengen, omdat dat ook onderdeel is van de ondersteuning van de ontwikkeling van ons land. En het derde gedeelte van Grammati is dat wij samen de veiligheidsdiensten een scenario gaan uitvoeren. Waarom? Omdat wanneer er iets ernstigs hier zich voordoet, wanneer er levens op het spel staan, zullen de diensten adequaat moeten optreden. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, zal verheven worden tot een nieuw directoraat binnen het ministerie van Volksgezondheid en het COVID-managementteam is inmiddels onder directe supervisie van het BOG geplaatst. Deze mededeling deed president Chandrika Persat Santokhi tijdens de jaarrede op 1 oktober aan het parlement. Het staatshoofd kondigde de maatregelen aan die in het tweede regeringsjaar ervoor moeten zorgen dat de gezondheidszorg in Suriname wordt verbeterd. Doorlichting, ordening, herstructurering van ons zorgstelsel en het afschaffen van een open eindfinancieringssysteem zijn dan ook een van de topprioriteiten voor het komend regeringsjaar, aldus het staatshoofd. Voorzitter, na het aantreden van deze nieuwe regering is er direct een aanvang gemaakt met het identificeren van knelpunten die de gezondheidszorg raken. Al gauw werd duidelijk dat ook de gezondheidszorg zich in een enorme crisis bevond. Doorlichting, ordening, herstructurering van ons zorgstelsel en het afstappen van een open eindfinancieringssysteem is daar ook een van de topprioriteiten voor het komend regeringsjaar. Het Bureau Openbare Gezondheid, BOG, zal verheven worden tot een nieuw directoraat binnen het ministerie van Gezondheid belast met de preventieve zorg.
En het COVID-19 management is middels onder de directe supervisie van het BOG geplaatst. Het coronavirus, meneer voorzitter, blijft op de loer liggen. Zo langzaamaan zijn we beland in de vierde golf. Wekelijks zijn er honderden besmettingen en tientallen doden te betreuren. En het zorgpersoneel in de ziekenhuizen staat onder zware druk. Ze hebben het afgelopen anderhalf jaar met man en macht gewerkt om de situatie beheersbaar te krijgen. Ze hebben op een professionele wijze zorg geboden aan hulpbehoevenden. Meneer voorzitter, ze verdienen groot respect en waardering. Ook de hulp die wij vanuit buitenland mochten ontvangen, verdient grote waardering. Vanuit deze plek wil ik namens de hele regering en ook namens het volk van Suriname hen bedanken voor een enorme inzet. Met man en macht hebben ze ons zorgstelsel intact gehouden en vele levens gered. Echter, meneer de voorzitter, de uitdagingen blijven gezien de dagelijkse stijgingen van de besmettingen. En de enige grote remedie tegen al deze besmettingen is vaccineren, vaccineren en vaccineren, meneer de voorzitter. In het beleid van deze regering zal dit prioriteit genieten. In 2020 zal de internationale samenwerking ter verbetering van onze gezondheidszorg geïntensiveerd worden. Met specifieke aandacht voor relaties met Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, waarmee de eerste contacten reeds zijn gelegd. Na een grondige evaluatie van de regionale samenwerkingsverbanden zullen ook in de eigen regio mogelijkheden voor de aanvullende dan wel specialistische medische ondersteuning geëffectueerd worden. Ook gaat de regering door met de bouw van RGD-klinieken, onder andere de Kwarasang en Mungo. Vaccins gelden als de veiligste, succesvolste en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins zijn erg doeltreffend. De kans dat u na vaccinatie ziek kan worden van COVID-19 is dus veel kleiner dan dat u niet gevaccineerd bent. Een vaccin biedt bescherming aan het individu. Als voldoende mensen zijn gevaccineerd, kan de gemeenschap beschermd blijven. Als u uzelf laat vaccineren, bouwt u dus mee aan groepsimmuniteit om zo controle te krijgen over het virus en het uit de samenleving te krijgen. Dankzij vaccinatie is er minder kans dat u naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties door COVID-19. Het zorgsysteem is afgelopen periode zwaar onder druk komen te staan door het hoge aantal coronabesmettingen. No draai draai, gote kaspoiti. En we zijn gekomen aan het einde van Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Goedenavond.